Mister Mondje Kontje, waar ben je, man? Willie Wartaal. Hey. We hebben een maand gezocht. Het was echt zwaar, man. Helemaal vuil onder mijn nagels. Maar we hebben hem gevonden. Ja, we hebben hem gevonden, man. En hij woont in dit gebouw op nummer piep. En we gaan nu naar binnen. En ja, ik heb sowieso even een shirtje voor hem meegenomen. En even laten weten, kijken. Die het eigenlijk niet kut vindt. Waar is de ingang? Gewoon open, zonder... Oké. Hi. Hij woont... Hoor je dat? We gaan dood, man. Maar nigga! Hoe is het dan? Ik heb je eindelijk gevonden, man. Ja. Eindelijk. Ja. Je kont doet pijn. Ja. En je mond ook. Dat steeds. Master, man. Kijk hier. Bam. Ik heb iets voor je meegenomen, man. Want ik heb het filmpje gepakt. Ik heb een tune ervan gemaakt. Maar ja, ik wil jou niet neuken. Dus jij moet ook je money krijgen. Dus ik moet je vinden om je deel te geven. Dus zeg die mensen dat ze het moeten streamen. En hier heb je alvast een klein cadeautje, man. M. Perfect. Wat bedoel je nou met dat mondje en kontje verkopen? Nou, ja. Letterlijk en figuurlijk, ja. Ik moest deels van het geld met mijn mondje en mijn kontje verkopen, hè. Geld vragen van seks. Dus, je moet wel. Maar aan de andere kant, weet je, iedereen moet struggelen voor zijn money. En, ja, dat is wat ik er hard aan vond. Want iedereen wordt genaaid, snap je? Ja, sowieso. Maar daarom, dat is hard. We blijven rennen, man. Ja, sowieso. Love. Ja. Mensen streamen. En nou heeft dus inderdaad serieus zijn mondje en kontje verkocht om dat ticket te kunnen betalen. Hé, iemand moet het doen. Iemand moet het doen en nee, maar daarom zeg ik, man, hey, stream dat nummer gewoon nog eventjes, dan kunnen we hem, ja, misschien kan hij dan zijn mond en zijn beeld dicht houden en een nieuw leven leiden. Later, man.